Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken gebakken coquilles met groene asperges, aromaten en rozemarijn. Wat hebben we nodig? Groene asperges, coquilles, kappertjes, parmesan, shallot, peterselie, kippenfond, opgeklopte room, kardoen, rozemarijn en look. Dus kardoen is van de familie van de artisjok, is tamelijk bitter. Dus we snijden hem midden door. Met een klein mesje gaan we mooi alle vezels uit de kardoen trekken. Hetzelfde zoals selder. Met selder kan je dat ook doen, of met rabarber. Nu gaan we de kardoen mooi in brunoise snijden. We nemen een klein beetje look. Dat gaan we heel fijn gaan snijden. We warmen een klein pannetje op. We doen er wat olijfolie in. We doen er een mespunt look in. Gaan we mooi aanbakken. We doen de kardoen erbij. Klein beetje peper, zout. Klein beetje bevochtigen met kippenfond. Nu doen we de kappertjes erbij. Platte peterselie. Een klein beetje shallot. Nu nemen we een ander pannetje. We doen er ook olijfolie in. Wil ik juist hetzelfde doen. Klein beetje look. Hier nemen we een paar groene asperges. De asperges hebben we mooi geportioneerd in verschillende groottes en stukjes. Gaan we nu mooi ook aanbakken bij onze look en onze olijfolie. Wat peper, grof zout. De asperges die gaan we heel mooi aanbakken. Lichtjes laten bruinen. De asperges die gaan we heel mooi aanbakken. Dan gaan we dan bevochten met kippenfond. Asperges gaan we een minuutje of twee laten doorkoken en die gaan goed zijn. De derde handeling, de coquilles. We hebben hier mooie verse zeebrugse coquilles. Hoe we die opengemaakt hebben, dat kunt u zien in een vorige aflevering op firstclass.tv. Dus we gaan de coquilles mooi kruiden met peper, een beetje zout. Onze pan, die hebben we al lichtjes voorverwarmd. Daar doen we wat maïsolie in. En we gaan de coquilles zeer kort aanbakken. Coquilles is een zeer nobel product. Heeft niet veel geen haarheid nodig. Dus gaan we gewoon mooi toeschroeien bij de kant. De laatste handeling is, we maken rozemarijn room. Dus met olijfolie in de pan. Die gaan we ook mooi verhitten. Takje rozemarijn. Dus de rozemarijn die gaan we heel mooi aanbakken. Zodanig dat alle aroma's loskomen en alle aroma's in de olie zullen zitten. Nu nemen we opgeklopte room, parmesan, peper en zout. Dit gaan we lichtjes laten opkoken. En je gaat zien, alle aroma's van de rozemarijn en de olie die gaan zich nu vermengen met de room en de parmesan. Lichtjes roeren. We hebben een hele mooie mousse die we zullen gebruiken als schuim. We plaatsen onze coquille in het bord. Groene asperge erop. Een klein beetje kookzuur van asperges. Die gaan we gaan mengen met onze aromaten. Nog een klein beetje olijfolie eraan toevoegen. Een beetje bakzuur in het bord. Parmezaancrème. En we gaan nog juist afwerken met wat takjes fijne basilic. We bakken coquille van bij ons uit Zeebrugge. Met groene asperges, aromaten en een crème van rozemarijn en parmezaan. Zeker lekker. First class. Tot de volgende keer.